De activiteiten in verband met de viering van 170 jaar Chinese immigratie zijn gisteravond van start gegaan. Een culturele avond met optredens van de diverse bevolkingsgroepen in Suriname en het traditionele vuurwerk waren onderdelen van het start zijn. De avond stond in het teken van diversiteit en saamhorigheid. De optredens gaven invulling aan de gedachte eenheid is kracht. Meerdere sprekers haalden aan dat de Chinezen sinds hun aankomst een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van Suriname. Jack Uden, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren, bracht weer in herinnering hoe de eerste groep Chinezen naar ons land kwam. Op 20 oktober 1853 kwam namelijk de eerste groep Chinezen vanuit Java naar Suriname. 18 waren ze in totaal toen ze inscheepten. Maar omdat 4 onderweg stierven, kwamen uiteindelijk 14 aan. Ze werden te werk gesteld in het district Saramaka op de suikerplantage Catharina Sophia als suikerkoks en veldarbeiders. De contractperiode die ging echter niet over rozen. Met pijn, smart en moeite, ook vanwege de valse voorstelling van wat ze hier zouden aantreffen, hielden ze toch vol. Een tweetal bezweek echter. Aan het einde van de contracttijd waren dus nog 12 Chinezen overgebleven die terug mochten naar Java zoals ze dat verlangden. Een deel van hen nam echter een kloek besluit hun verder leven in Suriname voort te zetten, ook omdat ze werden aangeboden als tolk op te treden voor een nieuwe groep Chinezen. Ad interim ambassadeur van China, Hia Yingyi, zegt dat Chinezen al 170 jaar in Suriname zijn en bekend staan om een geschiedenis van strijd, moeilijkheden, overwinnen en ondernemerschap. In het begin was het contractarbeiders die de oceaan moesten overstaken om naar dit land te komen. Vandaag zien we dat de groep zich heeft gevestigd in alle sectoren van de samenleving en een niet weg te denken deel is geworden van Suriname. Het is een geschiedenis van armoede naar welzijn, van ploeteren naar het plukken van vruchten. En deze geschiedenis moeten wij niet vergeten. Volgens president Chandrika Persat Santokhi proberen Chinezen overal in Suriname een bijdrage te leveren. Waar bijvoorbeeld niemand een winkel durft op te zetten, zijn het de Chinezen die het initiatief nemen, zegt het staatshoofd. Dit moet gezien worden als een belangrijke hulp aan de rest van de Surinaamse gemeenschap, terwijl de Chinezen hun eigen leven op het spel zetten. En dat moeten we vandaag ook benadrukken hier zo. Hun betrokkenheid bij het ontwikkelen van het land, daar waar anderen niet zouden durven te gaan, dat zij durf en moed tonen, dezelfde durf en moed wat hun voorouders getoond hebben toen ze hier naar Suriname kwamen. Tegelijkertijd wist je dat de Snezi Aigiwa een voorbeeld sana echte discipline in een rokko. Mia pro commando. Maar in Luko Hotel Rokko hij begin. En soms deed hij wachten. Of de kon. Of de no kon. Maar de is she. Of je Rokko. En je she van de sneezy arbeiders uit Rokko aan haar discipline. President Santokhi haalde ook aan dat in tijden van crisis Suriname en China elkaar sterke solidariteit hebben getoond. Suriname zal volgens het staatshoofd binnenkort met Surinaamse ondernemers en producten deelnemen aan een beurs in Shanghai. Van de Chinese gemeenschap kregen de president en Jack Uden een oorkonde als blijk van waardering.